We willen hier een kort overzicht geven van de respectievelijke gebieden van de elementen van kastobjecten. Het veld attribuutklasse behandelt uiteindelijk de respectievelijke texturen die een component kan hebben. Je kunt een kast dus definiëren als eik of wit en dergelijke. Het gaat hier vooral om de texturen die we later zullen behandelen. In kasttype vinden we verschillende hoekkasten of 45-90 graden hoekkast. In het gebied afschuiningen bekijken we dan schuine kasten. De ontwerpparameters definiëren uiteindelijk de parameters voor breedte, diepte en de respectievelijke segmenten, dus laten we eens kijken hoe we de respectievelijke segmenten kunnen vullen met deuren of planken, laden en dergelijke. Bovendien hebben we dan bij de ontwerpparameters de plintdefinitie, de bladdefinitie en daarna gaan we later naar het gebied kast configureren. In het configuratiegedeelte van de kast hebben we dus de volledige details voor de respectieve gebieden van de kast. Deze tabbladen komen uiteindelijk overeen met de instellingen of selectievakjes voor front, romp, lade en dergelijke. In oudere versies werden de waarden in de selectievakjes ingevoerd. Maar tegenwoordig zijn deze natuurlijk al lang ingevuld met grafische dialogen overeenkomstig met de instellingen of selectievakjes voor. In het gedeelte Toewijzen van Componentinformatie bekijken we de toewijzing voor materialen, dus voor plaatmaterialen, fineer, massief materiaal. Hier gaat het ook over de houtlijst. Je kunt hier ook oppervlakken toewijzen, notities maken. Je kunt gegevens toewijzen aan elk onderdeel en in het gedeelte boorpatronen bekijken we gewoon de boorpatronen. Wat betekent dat je dus hier voor elk gebied, voor planken, voor de behuizing, voor planken, laden en dergelijke, heel flexibele vrije boorpatronen kunt invoeren. En dat allemaal als CNC-bestand kunt exporteren. De online hulp behandelt de verschillende gebieden in een vogelvlucht waar je toegang hebt tot hulp voor de respectievelijke gebieden. Menus laten zien hoe je in het gedeelte Importeren, Exporteren stuklijsten kunt maken voor het laden en opslaan van vooraf ingestelde kasten met specifieke instellingen. Deze kunnen ook als pictogram of als externe XML-bestanden worden opgeslagen. Dit bekijken we in detail. Dan hebben we ook exportfuncties. In het gedeelte stamgegevens hebben we de mogelijkheid om de stamgegevens, dus de artikelen en boorpatronen, beslag en andere informatie in te voeren. In het kastmenu kunnen we rekkasten maken voor complexere kastmeubels. We kunnen individuele objecten op een aparte laag uitvoeren, we kunnen fronten genereren over meerdere kasten heen en verschillende delen van de kast in en uitschakelen, zoals randen of boorpatronen, fronten enzovoort.